eenzame klasse. Daar komt hij aan. Dames en heren, geef hem een spetterend applaus. Hier fietst de kannibaal, de winnaar van de Ronde van de Toekomst. Nou. Zo. Ja. Ja, ik zou mooi dan gewoon op prijs roepen. Luik, Bastenaken, Luik. Van zelfs, de Tour de France. Le Tour de France! Nou, ik heb wel een paar keer in de klassieker bij de eerste 20 rieden. Nou, net zo vol, maar. En een ronde van Diever. Dan ben ik een keer het podium staan. Dan kreeg ik een ronde, tuten van de ronde mis. Nou, dan ben ik een jaar of 20, hè, dus dan is het er naar uit. En verdomd, wie ze zie ik. Kam stier aan hem daar. Dat is in eigen een hele oude vrouw. Ik denk dat ze hier op 40 weer. Ja, dat weer wel wat een deceptie. Ja. Hij stond dan weer. Ja, dat heb ik dan weer. Oh, ja. Doe maar. Hé, hoor ik. Ja, die kan wel. Ja. Hop. Ja, daar gaat hij. Ja. Kom op. Zo. Dwarpshoes de Muthoen is maar een wannestap. Het ligt aan de andere kant van de dijk. Hier repeteert de toneelvereniging van Huus en Luns. Elmar had de kaai gewoon in de boezem. Zeg je dat hier? Nou jongens, dat hier. Net onder Noors in spullen komen. Echt die band die er net mij spelen. Kom alsjeblieft net onder Noors in spullen. Goed voor de tosken, jongens. Hè? Tja, alsjeblieft. Ik kijk altijd. Ja. Ik zoek nog een keer voor de muziek. Ja. Waarom heet Sjoerd, die hutfietser, waarom heet hij de Lietse Kannibaal? Nou, hij heet de Lietse Kannibaal omdat dat is afgeleid van de Kannibaal. En dat was Eddy Merckx, een Belgische hutfietser in de jaren 60-70, die een heel soort wedstrijd woon had. En de Lietse Kannibaal was er niet omdat zijn heid altijd zijn hem zei van dat er zo vol oppieten koe. Sjoerd! Dat is net zo rappig. Neem een voorbeeld van Johannes. Ach, die jongen is een kannibaal. Een kannibaal! En, is je dat treedt? Kilometers op fretten? Of weet waar die bij de men? Nou? Dat kan je ook in Bietongen. Wat zou je doen? Nee, dat het je ook in Bietongen gaat. Jongens, alsjeblieft. Hoe dorst! Nou, het is net echt een fleurige familie, om het zo maar te zeggen. Het gezin dat had nogal te lijden onder het regime van Heid. Ik denk dat Sjoerd bij hem de gevoelige snaar rekken bij Heid. En dat Sjoerd eigenlijk een diezelfde kant, die het eigenlijk meezien hem heeft trouwens, gewoon Sjen leert. En dat Heid dat dan net zo goed oorkoor, hè? Die van hun opstelling. En, ja, en waarom dat zij is, ja, dat weet ik net. Dat heb ik net uitwerken, maar wel dat die jongens er onder te lijden hoorn hebben. En ik zal dien ben dit land ta eeuwige bezittingen, ja. Nou, genoza, zitten. Niet lekker. Herster ik een soort echo van die... Nee, net echt. Lippen in zitten? Nee, nou wel dat er een wat minder weerig viel. Dat heb ik wel heel lang bij me houden. Maar ik heb een hele levenheid, een hele zwaarzaamheid. En mee trouwens. Dus dat net, maar wel dat presteren, hè? Dat je van je gevoel het goed wil maken. Ja. Ja. Ah. Hier is zo hut. Oeh. Zo. Hier komt een acteur aan, zit ze. Ja. Mooi acteurshoen. Ja. Hoi. Waar speel je zo in het zit? Ik speel Anastasia. Oké, okay. De vrouw die de boel mooi in de stokken jaagt. Ja, die een beetje bedierd eigenlijk. Ik hoop van een oor. Dat meest net. Ze is mij dat ze het net meest. Ik meen het. Hoe heet ze? Vertel op. Ik heb er recht op. Er is nergens recht op. Oh nee? Was het weten hoe ze het? Nou, ze is het maar. Ik wil het weten. Sjoukje. Ik raad je van slag als er zulke dingen zoist. Hoezo? Ik liet wel in het stik heel duidelijk zien van hoe dat letter uitpakt. Ja, dat man volwoeksem binnen, dat die oude patronen er nog altijd in zitten. Hè?
Hij is een onweerziende leefde. Hij twijfelt. Hij is heel bot nog met het vlinder dwanen. Maar de ronde van de tak om ziet er winnen. Ken hier. En dat is net slagen. Zit vol met zelfverwieten. En ja, wij zijn Liberty jongen heel erg in zijn gedachten vooral, hoe ze kennen. Eigenlijk doen ze dat al een keer. Al die personages zitten vast in de mal van het bestaan. Nou maar een keer. Wilst Elmar mei Fardau de laatste ronde van huis inzet, sjoggen wij naar de scène waarin het no en het verliezen Sjoerd de jongeren en Sjoerd de ouderen akkoord rijtje. Kom op Sjoerd, houd in het wezen. Houd weet net wat het docht. Mem! Waarom komt je anders rat een goed voorbij? Mem! Oh, het is een hoen. Een hoen, hem. Het hem staat gewoon heersbielend. Stil. Ik wil er net op praten. Net nou. Kies het maar, Sjoerd. Het warpke huis is er klaar voor. Er wen je geen boze en frustrerende huiden, maar acteurs die er nog aan hebben. Nog even oefenen, want de première is al heel gauw, deze vrijdag 8 maart, in Dwarpshoes de Muthoen om 8 uur.